wedstrijd? Niet gemakkelijk vandaag? Nee, maar dat wisten we. Ik denk dat we een Vitrol verwachten die heel aanvallend ging spelen, want ze hadden niets te verliezen. Maar dan kunnen denk ik de 1-0 in de rust gaan met een 1-0 voorsprong en dat is goed. En, ik denk dat we heel weinig weggegeven hadden in de eerste helft. Oké, op het juiste moment hadden we geprikt. Oké, tweede helft beginnen we moeizaam met een penalty die denk ik geen was. Dan kreeg je direct terug nog een penalty tegen. Dat kan het wel moeilijk worden. Maar oké, ik denk dat in zo'n wedstrijd dat verschil tussen een goede wedstrijd en een kleine wedstrijd heel dicht bij elkaar liggen. Dan is het gewoon een kwestie om die volgende ronde te verzekeren. Dat hebben we dan ook gedaan. Is het paniek geweest bij die 2-1? Want, ja, nee, want het is dan nog altijd twee doelpunten dat ze moeten maken. Ik denk dat we naast die penalty's eigenlijk heel weinig weggegaven. Dat de verdediging wel solide stond. Dus op dat vlak was ik niet in paniek. Ik denk dat we dan al goed gewoon de match hebben uitgespeeld. Nu de wedstrijd van elkaar weer snel op, hè? Ja, dat is zo. Maar oké, des te beter, want we willen allemaal in Europa. Dus hoe sneller die wedstrijden op elkaar volgen, hoe beter. Alsjeblieft.